vandaag spreek je van de bevelvoerder van het eerste uur. Hoe is het allemaal gegaan? Kwart voor zes krijgen we een alarmering, Kees. Brand, dusselt op de weg, uitvaartcentrum. We kregen van onze leden al meldingen dat het de kerk was. Dus we hebben het meteen opgeschaald naar zeer grote brand. In verband met hoogte van het pand. We hebben twee hoogwerkers laten aanrukken meteen. Want wij hebben te weinig worplengte om bovenin te komen. OVD kwam te plaatsen. We hebben een plan de campagne gemaakt. De locaties waar de voertuigen moesten staan. Toen zijn we met de blussing begonnen. In principe hebben we een groot gedeelte van de kerk kunnen behouden. We gingen om de panden, de kerktoren, waar we behouden. We zijn nu met de nablusswerkzaamheden bezig. Om de laatste brandende resten uit te krijgen. Ja, helemaal goed. Hey, ik wens u een succes met het laatste blueswerk en nablueswerk. Ja, dankjewel Thijs. Alsjeblieft. Ja. Als je maar onder dit gewelf blijft, verder mag je niet komen.